De heer Van Houwelingen, Forum voor Democratie. En de heer Sneller, D66, tot slot. Ja, dank. Dus de minister-president herhaalt net van de Raad van State, dat is geen partijketel. Die is ook best kritisch naar de regering toe. En suggereert van, balletje had misschien net zo goed de andere kant op kunnen rollen. Maar dan is toch mijn vraag, en ik heb het ook in mijn betoog gezegd. Mij zijn alleen maar voorbeelden bekend dat uiteindelijk, vaak heeft de Raad van State er wel een verhaal bij, maar uiteindelijk de Raad van State zegt, het kan best. Hè. We hebben dat gezien met het terugtrekken van de wet raadgevend referenda. Dat verdiende geen schoonheidsprijs, maar dat mocht van de Raad van State wel. De Raad van State ging achter de Belastingdienst staan toen het erop aankwam. En nu weer. En nu zegt de Raad van State weer van, het is allemaal misschien niet zo fraai, maar het is niet ongrondwettelijk. En nu is mijn vraag aan de minister-president. Hij is de langzittende minister-president. Ik doe misschien nu. Nee, dat is Ruud Lubbers. Oh, Lubbers. Oké. Maar u zit er al een hele tijd. En nu doe ik misschien iets gevaarlijks. En ik doe op een beroep op uw geheugen. Maar is er bij u één voorbeeld bekend dat de Raad van State heeft gezegd, al die adviezen de afgelopen 10 jaar, van u heeft ongrondwettelijk gehandeld. Of u heeft tegen de wet ingehandeld. Gewoon advies tegen uw positie in. De minister-president. Dat soort vragen wordt natuurlijk maar zelden neergelegd bij de Raad van State. Hè. Dat zijn voorlichtingen, zoals in dit geval ook door de Kamer gevraagd. Kijk, wat de Raad van State natuurlijk meestal doet, dat is hun normale, niet normale, dit is ook normaal, maar hun gebruikelijke werk is natuurlijk adviseren over wetgeving. En wat je natuurlijk wel vaak ziet bij advisering over wetgeving, dat op onderdelen van wetgeving gezegd wordt, ja, als je de wet zo zou indienen, dan kan dat ook strijdigheid opleveren met een aantal principes of letterlijk artikelen uit de grondwet. Dat kan, dat in de advies staat. Daarom wordt natuurlijk ook altijd een nader rapport geschreven door het kabinet naar aanleiding van het Raad van State advies, waarin je probeert op een verstandige manier om te gaan met die advisering. Ja. De heer Van Houwelingen. Mijn vervolgvraag dan wel, is u gewoon de afgelopen 10 jaar één voorbeeld bekend waarvan u zegt van oké, toen werden we teruggefloten door de Raad van State. Eén voorbeeld. Dat kan niet, omdat dat type vragen heel zelden wordt gesteld aan de Raad. Nee, meneer Van Houwelingen, wilt u het antwoord horen? Bent u zo opgewonden? Nee, ga ik het even afmaken. Dat type vragen wordt ook heel weinig gesteld. De Kamer heeft nu, ik dacht dat het een initiatief van de Kamer was om, en ik dacht dat de formele term voorlichting is, misschien was het ook advies een vraag, maar ik dacht een voorlichting gevraagd, of zelfs een spoedvoorlichting over dit onderwerp. En dan is het ook logisch dat de Raad van State vanuit hun verantwoordelijkheid een beschouwing wijdt aan het spanningsveld tussen de kieswet, reglement van orde Kamer, grondwet, et cetera. En dan kunnen dit soort vraagstukken aan de orde zijn. Maar het normale verkeer wat ik ervaar tussen kabinet en Raad van State, en op iedere vrijdag hebben we soms wel tientallen wetten in het kabinet liggen. Niet allemaal hele grote maatschappij totaal veranderende wetgeving, maar toch op belangrijke relevante onderdelen. Dan heb je daar natuurlijk de adviezen onderliggen van de Raad van State, die wel degelijk in de advisering kijkt naar de vraag ook hoe verhoudt zich dat tot andere wetgeving en de grondwet. De heer Van Houwelingen. Dus u zegt van dat wordt heel zelden gesteld, die vraag, maar ik heb toch 3 voorbeelden verwerkt in mijn speech. Zou u dan misschien, hoeft dan nu niet, maar dan kunt u ons wellicht zelfs geruststellen dat u wellicht een voorbeeld kan nasturen van die 10 jaar. Waarin u zegt, toen kregen we, misschien kunt u ambtenaar vragen om daarna op zoek te gaan. En ik ben heel benieuwd naar het antwoord. Ja, voorzitter, dit is weer de vraag die teruggaat naar de poging die de Van Houwelingen doet om een hoog college van staat te bezwadderen. En daar ga ik niet in mee.